Makkelijk hier, tarwe vrouw. Ja hoor, na 11:30. Bani kurbani, Allah ko pyare hai kurbani. Mera dil mera imaan, are yaari teri kaisi hai? Yaar pe kar dost kurbani. Kurbani kurbani kurbani, Allah ko pyare hai kurbani. Main kala maango. De moslimgemeenschap viert vandaag het Eid al-Adha-feest. Dat is het offerfeest dat volgt direct na de bedevaart in Mekka. De oorsprong vindt zich terug in de tijd van profeet Abraham, waar wij moslims eigenlijk memoreren dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon op te offeren op bevel van Allah. En dat is dus een hele markante gebeurtenis geweest in de geschiedenis van goddienst. En net voordat de profeet Abraham die handeling zou plegen, vroeg Allah hem om in plaats van zijn zoon Ismaël een schaap op te offeren. 13. Okay. 10, 13, 23. Er worden verschillende dieren geofferd. Wij moslims geloven dat de Almachtige heeft het vlees niet nodig, heeft het bloed niet nodig. Het gaat eigenlijk om het principe van offeren. En een deel van het vlees gaat naar behoeftigen, armen. Een deel gaat naar de moskee en een deel blijft dus voor zij die hebben geofferd. Ik ben aan het koken voor de werkers. Op dit moment. Dit is de eerste lading. Vanuit de eerste lading heb ik dan het eerste lading vlees wat naar binnen is gekomen. Dus daar heb ik dan een paar stukjes weggehaald en stukjes gesneden daar. En nu zijn we het even aan het klaarmaken voor de werkers. We hebben intussen al rijst gekookt en pompoen. En dan gaan we dan straks lekker eten. En dat is ook traditie. Ja, dat is ook de traditie. Dat overvlees toch? Dat eerste wat komt, moet gekookt worden. Voor de werkers. En dan voordat iedereen weggaat, dan gaan ze eerst lekker eten en dan gaan ze weg. Hoe duur is het geworden om een offer te kunnen kopen? Met de tijd nu, een stier kost ja, vanaf 30 tot 40, zoveel ja. In elk geval vanaf 30. En een stier kan door 7 mensen gedragen worden. En wij, onze bijdrage was 5.000 per persoon. Dus 7 x 5 is 35. Dus als u kijkt naar de prijsklasse, 30 is de kleinste, hè? Dus dan gaan we een trapje hoger, dat is vanaf 35. Dat is wel erg zwaar, hè? Ja, toch wel, maar ja, het is, hoe offervaardig ben jij? Kan je het offeren? Uh-huh. Dus je doet moeite eigenlijk om te offeren en dat is gebeurd. We zijn in de crisistijd, hè? Lukt het nog om te offeren? Natuurlijk, het is crisis. Iedereen heeft het hard. Maar als u het geloof heeft, ja, ibribi echt, dat in dit geval je het paradijs van de Almachtige wil hebben,
ga je alles doen om natuurlijk dat te willen krijgen. En dat gaat u offeren. Ja? Alle beetjes helpen. Het is bij een jaarlijks evenement. En je gaat er naartoe sparen. Ja, we zijn in een crisistijd. We zijn altijd in een crisistijd. Maar we moeten altijd bereid zijn om offers te geven als Allah ons dat vraagt. En dat doen wij ook. De mensen die hier zijn, ze geven graag een offer aan de Almachtige om hem te behagen, om hem tevreden te stellen, hoe duur het ook mag zijn. Ik denk dat ze altijd bereid zullen zijn om dat te doen. En ten tweede, ze willen ook arme mensen tegemoetkomen. En het zijn sommigen die zeggen 1/3, maar er zijn velen die zeggen van hele stier mag je geven aan armen, 2/3 mag je geven. Dus er zijn altijd mensen die denken aan de armen en ze geven heel veel terug. Zij die een bon hebben mogen alvast een nette rij voor. 1 rij, zodat ik het over zeg. Het is zo'n crisistijd. Lukt het nog om afvoers te brengen? De meeste moslimbroeders en zusters, niet van Paramaribo, maar buiten Paramaribo, kweken zelf een stier. Dus daar hebben ze de kosten kunnen drukken. En ik kan gelijk zeggen dat 3/4 eigen inbreng is van de leden zelf. Dus die heeft een stier gekweekt, doneert het voor de moskee. Kom Michel. Zet ie. Mooi zappakken, je bent maar opgehaald. Normaliter hebben we bij piekmomenten 13, 14 stieren. Maar vanwege de economische situatie is het gedropt naar 6. En doordat het nog verplicht is, gaan we ondanks elke situatie toch moeten kijken hoe we het kunnen realiseren. En u wilt niet geloven. Het is voorbereiding 2-3 maanden geleden. We beginnen al na te denken. Bij wie gaan we de stieren kopen? Waar gaan we de stieren kopen? Wat zijn ze? Noem maar op. En naarmate de dag nadert, zien we hoe groot de Almachtige is. Het lijkt alsof we de laatste dagen voor Eid al-Adha alles zo geregeld wordt. Het zijn uitdagende tijden, maar desondanks moeten we dankbaar zijn dat de Almachtige ons in staat stelt om deze verplichting eigenlijk te voldoen. Ik mag u vertellen dat de leden eigenlijk vanaf begin van het jaar eigenlijk uitkijken naar het offerfeest en dat zij steeds elke maand een bedragje of bedragen aan de kant zetten. En inderdaad komen er ook families en vrienden bij elkaar om samen dieren te offeren. Dus het zijn uitdagende tijden, maar we mogen langzamerhand optimistisch zijn. Nogmaals, eer aan wie eer toekomt en dat is de Almachtige. En we mogen onze leden ook dankbaar zijn. En dat is allemaal een stukje empathie, religie, dat tot uiting komt. We beginnen met de gasten van ons. Ja. En inshallah zullen we straks op verder verdienen de leden. Ja. Jullie komen kunnen aansluiten. Meneer, die meneer, hoi. Komen jullie dan? Hoi. Ja, oké. Alsjeblieft. Voor jou, voor jou. Oké, voor u. Oké. Ja. Yes? Thank you. Wachten jullie rustig? Adelen, full of petty. Nee, mijn bedoel dat je... Laten we. Jullie gaan sowieso nog wat 10 pissen je moest vinden. Is dat de massa? Ik krak een moskee. Maar je hebt eerst. Maar en iedereen krijgt evenveel. Zal denk je Sam Jokist. Denk je zo'n pis met die nou een pis bonjo? En Sam dat Jokist. Ja? Ja, thank you man. Zo, dan moeten we nog een uur, 2 uur. Ja hoor, na 11 tijd. Dani kurbani kurbani, Allah kopare kurbani. Kurbani kurbani rizam, mera dil mera iman. Arey yari teri kaisi hai? Kurbani, kurbani, kurbani. Allah ko pyare hai kurbani. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Wacht, rem. Oké, één voor één.